Goedenavond. Fijn u allen hier te zien. U heeft nog niet genoeg van coronavirussen. Ik ook niet, al 30 jaar niet. En ik hoop vanavond uit te leggen waarom ongeveer. Dat heeft niet alleen te maken met uitbraken, maar ook met biologische fascinatie. Het zijn hele bijzondere virussen. En ik hoop u daar een klein snufje van mee te geven in mijn presentatie. Daar is hij. Het kroontje. Ik wil u eigenlijk meenemen vanavond langs de volgende vragen. Coronavirussen, zijn die bijzonder als virus? Hoe werken ze dan? Coronavirussen in actie. En wat zijn de oplossingen? Aan de slag. En andere sprekers na mij zullen daar nog veel meer over zeggen. Maar ik zal proberen een bodempje te leggen. Nou, dit is het plaatje wat altijd opduikt als het over coronavirussen gaat. Want dit plaatje is vrij van rechten, verkrijgbaar op internet en wordt dus door heel veel mensen gebruikt. Maar het is eigenlijk geen geweldig plaatje. Als u aan een virusdeeltje denkt, moet u eigenlijk meer hieraan denken. Een sappige ronde tomaat, lekker vochtig. En eigenlijk is dat plaatje min of meer zoiets. Zo'n sun-dried tomato, platgeslagen, uitgedroogd en niet echt wat het was voordat het preparaat werd gemaakt. Wat wel goed te zien is op dat plaatje is waarom het coronavirussen zijn. De kroon van uitsteeksels op het oppervlak was de basis voor de naam. En ook de afmetingen kloppen ongeveer. Het gaat over een bolletje van ongeveer 100 nanometer in doorsnede. Dit is het schema van het virusdeeltje. En wat betekent dat dan, 100 nanometer? Nou, dat is 10 miljoen keer kleiner dan deze skippybal. En die is weer 10 miljoen keer kleiner dan deze aardbol. Oftewel 10 miljoen keer 10 miljoen. Dat is een groot verschil in afmetingen, maar je zou kunnen zeggen, het moet wel een heel ingenieus bolletje zijn als het deze aardbol zo in zijn greep kan houden. En dat is het ook. Als je kijkt naar virussen in zijn algemeenheid, dan zul je zien dat virussen allemaal een bepaalde basisconcept hebben. Een genoom, klein genoom, soms iets groter genoom, wat ingepakt moet worden en wat van cel naar cel gaat. En in die cel, die gastheercel, daar moet vermenigvuldiging plaatsvinden. Een virus heeft geen doel. Een virus is er gewoon, biologisch gezien. En het vermenigvuldigt zich zo snel, veel sneller dan zijn gastheer. En heeft daardoor eigenlijk standaard een groot voordeel op die gastheer. Als het gaat om evolutie en om snelheid van vermenigvuldigen. Als we dan naar dat coronavirusdeeltje kijken. Dan ziet u een paar elementen die van belang zijn voor mijn verhaal. Hier in het midden, dat helicoïdale wormpje, is het genoom. De genetische informatie van het virus. Ingepakt door één enkel eiwit, het nucleocapside eiwit. En daaromheen, dat genoom bevat dus de data van het virus, de nulletjes en de eentjes zou je kunnen zeggen. Daaromheen zit een envelop. Een envelop is een biologisch membraan, dus hetzelfde soort materiaal wat eigenlijk elke cel die wij hebben afscheidt van de buitenwereld. En die membraan wordt tijdens de replicatie van het virus gestolen van de gastheercel. Gejat zou ze op zijn goed Amsterdams zeggen, denk ik. En er zijn dus drie eiwitten in dit plaatje, drie functies van het virus. Het capside eiwit N, het membraan eiwit M hier in de membraan. En het spike eiwit, het eiwit wat die oppervlakte uitsteeksels maakt, waar de virussen zo bekend om zijn geworden. En die komen ook terug later op in mijn verhaal. Nou, virussen zijn dood, dat zal u misschien verbazen. Biologisch gezien zijn ze dood en de reden is dat een virus een levende gastheercel nodig heeft om zich te vermenigvuldigen. En iets wat zichzelf niet kan vermenigvuldigen is biologisch gezien dood. En dat gaat vooral over dat virusdeeltje. Want dat zwerft ergens buiten rond en doet eigenlijk niet zoveel. Maar dat gaat veranderen als het virus binnenkomt. En dat binnenkomen heeft te maken met die gastheercel. U ziet hier een schema van een cel, het is erg kleurrijk. Maar het was het beste voorbeeld dat ik zo snel beschikbaar had. En die cel met daaromheen dat biologische membraan bestaat uit een aantal organellen. Dat zult u misschien weten. Hier in het midden, in het paars, zit de celkern waarin het genetisch materiaal van de cel zit, het DNA. En daaromheen een aantal organellen die voor de energiehuishouding zorgen. En bijvoorbeeld ook voor import en export van materiaal. Dingen die dus de cel binnenkomen en er ook weer uitgaan. En het virus weet heel goed de weg in zo'n cel. Het is door jaren evolutie heeft het geleerd hoe het die cel kan gebruiken. Uw lichaam bestaat uit miljarden van dat soort cellen. En het virus kent bijvoorbeeld de routes die naar binnen en naar buiten leiden. Een virus kan, en dat geldt onder andere voor deze coronavirussen,
de endocytotische route, zoals het heet, de route naar binnen toe, de cel in, gebruiken om binnen te komen. En op dezelfde manier kan het virus de cel verlaten met de route die de andere richting opgaat, de exocytotische route. Naar buiten toe is de manier waarop het virus, nadat het gemaakt is, de cel weer verlaat. Vergelijkend met het trippenhuis, dat heeft ook een in- en een uitgang. En een virus is gewoon een hele goede inbreker. Want weet altijd wel op de een of andere manier binnen te komen. En de truc is dat het virus dat zo snel doet, dat de politie die ongetwijfeld uitrukt te laat is. De politie is uw immuunsysteem, wat geactiveerd wordt bij een virusinfectie, maar er gemiddeld een week over doet om goed genoeg op dreef te zijn om het virus weer uit uw lichaam te verbannen. En als dat niet goed werkt, of als het immuunsysteem simpelweg te laat is, dan kan de afloop natuurlijk tamelijk vervelend zijn. Dan naar coronavirussen. U ziet hier in dit schema een selectie van gastheren waarin coronavirussen zo in de loop der jaren en vooral sinds de SARS-uitbraak, toen men hard is gaan zoeken naar coronavirussen, zijn aangetroffen. En u ziet dat die gastheren in grote lijnen uiteenvallen in zoogdieren. Zoals u hier vooral voor de alfa- en de beta-coronavirussen ziet. En voor sommige groepen, de gamma- en delta-coronavirussen, zijn er ook vogels in het spel. U kunt die gastheren zien als kamers in hetzelfde hotel. Want een virus heeft eigenlijk, als het om zoogdieren gaat, de conclusie getrokken dat het misschien niet zo heel veel uitmaakt welke gastheer je infecteert. Er zijn natuurlijk wat obstakels, je moet een goede sleutel hebben. Maar binnen kunnen alle kamers van het hotel er toch tamelijk vergelijkbaar uitzien. En hoewel wij onszelf graag op een voetstuk plaatsen als mens, is de stap celbiologisch bekeken van een mens naar een vleermuis of een kat of een hond helemaal niet zo groot. Er wordt dus ook wel eens van kamer gewisseld. En dat noemen we in het geval van een infectie van dier op mens een zoonose, een zoonotische infectie. En die kan consequenties hebben. Als we kijken naar de coronavirusgroep, dan zijn er duidelijk twee categorieën. Er is de groep onschuldige coronavirussen, zou je kunnen zeggen. De groep die al langer geleden, naar wij denken al vele eeuwen geleden zelfs, van kamer is gewisseld. Dus overgesprongen is waarschijnlijk van een diersoort op de mens. En u ziet hier welke diersoorten daar zoal in worden gedacht een rol te hebben gespeeld. Onder andere runderen hier voor het coronavirus OC43 en dromedarissen voor het 229E-coronavirus. En op de achtergrond spelen daar ook weer vleermuizen. Die komen zo meteen nog terug als we het over SARS gaan hebben. Maar vleermuizen die zijn eigenlijk vooral in het spel omdat er heel veel coronavirussen in vleermuizen gevonden zijn die genetisch gezien verwant zijn aan deze virussen hier. En het idee is dus dat mogelijk vleermuizen wel het oorspronkelijke reservoir zouden kunnen zijn die misschien wel weer de bron voor de dromedarissen en de runderen zijn geweest. We zullen dat nooit zeker weten. We waren er niet bij. En het is maar één keer gebeurd. Dit soort coronavirussen veroorzaakt vooral verkoudheden. Tamelijk onschuldige, maar wel vaak voorkomende verkoudheden. Ongeveer 15% van de menselijke verkoudheden wordt toegeschreven aan deze vier coronavirussen. Maar er zijn ook andere coronavirussen en laten we die dan maar de gevaarlijke coronavirussen noemen. En u ziet daar twee hier boven in beeld verschijnen. Het SARS-coronavirus wat in 2003 in Azië uitbrak. En dat is het verkeerde knopje. En het MERS-coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, wat in 2012 is gevonden in het laboratorium van de voorzitter van deze sessie trouwens. En dat virus blijkt ook uit dromedarissen afkomstig te zijn en daar vandaan nog steeds en met regelmaat in de mens te belanden. Het SARS-coronavirus was een kortdurende en heftige uitbraak, 8000 gevallen, 800 doden. En in 6 maanden werd dat virus met systematische quarantaine bedwongen. En toen werd het 2019, of eigenlijk vooral 2020, en werden we geconfronteerd met een virus wat 2019 nCoV werd genoemd en het COVID-19 virus, maar dat volgens de formele virustaxonomie zou moeten worden aangeduid als SARS-coronavirus 2, simpelweg omdat het heel dichtbij SARS-coronavirus 1 staat. Het is zo dicht daarmee verwant dat wij eigenlijk als virologen moeten zeggen dat is dezelfde virussoort, hoewel er ook verschillen zijn tussen de twee. Dit is een pangolin, een miereneterachtig dier wat inmiddels vrij hot is. En ik geloof dat collega Osterhaus er zo meteen nog op terug gaat komen. Want naast de vleermuizen waren virussen die 80 tot 94% identiek aan het nieuwe coronavirus zijn voorkomen,
is er in die pangolins ook inmiddels een aantal coronavirussen opgedoken, wat misschien nog wel nauwer verwant is met het nieuwe virus. En ook dit virus wordt dus nu gezien als een potentieel reservoir, dan wel een tussengastheer. Dat is ook bij het eerste SARS-virus het geval geweest. Daar is de zogenaamde civetkat, u ziet hem hier, veel genoemd als een tussengastheer. Een dier wat waarschijnlijk het virus heeft opgepikt van vleermuizen en het vervolgens naar de mens heeft gebracht, omdat civetkatten veel meer in nauw contact met de mens zijn in Azië. Geen verkoudheid veroorzaken deze virussen, maar een serieuze levensbedreigende longontsteking. En dat is op tragische wijze duidelijk geworden doordat een van de ontdekkers van dit virus, een van de mensen die als eerste ervoor waarschuwde in China, Dr. Li Wenliang, op 34-jarige leeftijd aan dit virus ook is overleden. Een opmerkelijke parallel trouwens met 2003, toen Dr. Carlo Urbani van de WHO hetzelfde lot trof. Hij was een van de eerste die alarm sloeg over de nieuwe en onduidelijke, onbekende longontsteking die SARS bleek te zijn en die rondging in Azië. Die sprong van dier naar mens is niet eenvoudig. Ik zeg wel, het zijn kamers van hetzelfde hotel, maar een virus zal zich moeten aanpassen als het een nieuwe kamer binnenkomt. Het lijkt daarop, maar het was niet hetzelfde wat je gewend bent. En virussen doen dat door middel van evolutie. Ze zijn heel goed in staat de goede veranderingen op te pikken, te ontwikkelen, die het leven in die nieuwe hotelkamer zullen bevorderen. En hier ziet u de curves van de uitbraken van het MERS-virus, het SARS-virus en het SARS-2-virus. En u ziet dan ook meteen waarom we zo geschrokken zijn van dit nieuwe virus. Die curve is zo steil en zo snel opgekomen dat eigenlijk gesteld kan worden dat dit een veel serieuzer en grotere uitbraak is, onvermijdelijk, dan het eerste SARS-virus. En het MERS-virus dat pruttelt hier weliswaar al 8 jaar lang heel dicht bij de as van deze grafiek, maar heeft inmiddels ook al meer slachtoffers, dodelijke slachtoffers geëist dan het SARS-virus in 2003 in 6 maanden. Ik denk dat collega Koopmans ongetwijfeld op deze dierenmarkt vlakbij het station van Wuhan gaat terugkomen. Die is aangewezen als een van de mogelijke startpunten van de uitbraak. Misschien niet het startpunt, maar wel een plek waar veel mensen en dieren bij elkaar waren en overdracht zal hebben plaatsgevonden. En wat gebeurt er dan? Dan gaan wij als biologen, virobiologen, kijken naar stambomen, naar genetische informatie. En dan zie je ook heel snel dat dit duidelijk een eenmalig gebeurtenis lijkt te zijn. Deze 3 sequenties hier, deze genomen, zijn van het nieuwe virus, staan heel dicht bij elkaar in deze stamboom. Sterk suggererend dat er een eenmalige overdracht is geweest van dier op mens. En dan gaan wij ook staren naar deze prachtige websites. Die waren er in 2003 nog niet. Je kunt nu echt ongeveer in real time volgen hoe het gaat met de uitbraak. En dit is van vanmiddag, 1:30, 75.000 infecties, 2.000 doden, 15.000 mensen pas hersteld. Oftewel een grote groep mensen nog, 60.000 ongeveer, die in de ziekte zitten en waarvan de uitkomst nog zal moeten worden afgewacht. Het is nog erg vroeg in de uitbraak om goede conclusies over mortaliteit et cetera te trekken, denk ik. Ja, wij gaan dan ook naar deze informatie kijken. Dit is de genetische sequentie van het virus. Nulletjes en eentjes zou je kunnen zeggen. Wij kijken daarnaar omdat we dan kunnen vergelijken met andere virussen. We kijken daarnaar om specifieke tests te ontwikkelen, om het virus te kunnen aantonen en ook om vaccins te ontwerpen. En coronavirussen zijn 2 tot 3 keer groter dan het genoom van de meeste virussen uit deze groep. Dus er is veel om naar te kijken. En u ziet hier ook een vergelijking nu die verschenen is, waarbij het eerste SARS-virus, het virus uit 2003, wordt vergeleken met het nieuwe SARS-coronavirus. En de kleurtjes hier geven aan hoe identiek bepaalde stukken van dat genoom zijn. Des te donkerder, des te identieker. Je ziet dat er gebieden zijn, de meest belangrijke functies van het virus, waar die identiteit de 100% benadert, 95% is. Er zijn stukken waar meer variatie, meer evolutie heeft plaatsgevonden. Maar het is duidelijk dat deze twee virussen behoorlijk dicht bij elkaar staan. Als je daar het MERS-virus naast zet met dezelfde kleurcodering ten opzichte van het nieuwe virus, dan zie je dat die afstand aanmerkelijk groter is. Dus dit virus staat duidelijk heel dicht bij het oude SARS-virus, het eerste SARS-virus, en veel verder van het MERS-coronavirus. Ja, dan hebben we dus die uitbraak. Krantenkoppen all over the place. Ja, het is een complot. Ook die vinden we altijd erg boeiend om te bespreken. Maar het is geen complot, dit is gewoon de natuur. Ik vrees dat dat de realiteit is. Het coronavirus haalt de voorpagina samen met allerlei ander wereldnieuws.
En dan ergens op pagina 10 rechtsonder in de hoek ziet u dit bericht. Jawel, er is ook nog griep. In Nederland nogal liefst. En de verhoudingen zijn een beetje zoek. Laten we het vooral blijven relativeren. Want deze griepuitbraak gaat in Nederland zeker een aantal levens kosten. En voor het nieuwe virus is dat op dit moment nog maar afwachten. Dit zijn de symptomen dus van het coronavirus en de media spelen daar zeker een rol in. Aan de andere kant, je moet je ook kunnen voorstellen dat als je in Ground Zero zit en omringd wordt door mensen die nerveus zijn hierover, dat het heel anders zal zijn. Ik denk dat weinigen van ons zich dat kunnen indenken. Het is onzichtbaar, het gaat via de lucht en je kunt er potentieel dood aan gaan. En dat is reden genoeg om je grote zorgen te maken en dat leidt dus tot allerlei paniekerige maatregelen. Ja, dan dacht ik dat het wel aardig was om te kijken of we het onzichtbare gevaar, want dat is het dus in feite, dan zichtbaar kunnen maken vanavond. En dat kan ik voor een deel doen, mede dankzij prachtige samenwerking in het LUMC met de afdeling elektronenmicroscopie, waar wij al sinds de SARS-uitbraak mee samenwerken om dit soort virussen te bestuderen. Ik zag toevallig het hoofd van die afdeling hier in de zaal zitten, dus ik moet dit even benadrukken, collega Koster. Wat gebeurt er? Het virus komt binnen, doet zijn ding en gaat in grotere aantallen dan het binnenkwam weer weg. Eén geïnfecteerde cel kan voor een lekker virus, zoals wij dat zeggen, wel 1000 tot 10.000 nieuwe virusdeeltjes opleveren. Dus dat gaat heel hard. Dit is het schema wat ik ga gebruiken. Gewoon een platgeslagen cel met een kern waar we verder niets mee doen, want dit soort virussen doet zijn hele kunstje in het cytoplasma van de cel, de grijze soep die u hier ziet. De organellen die er zijn komen zo aan bod. Maar misschien is het eerst goed om even iets over de technische kant te zeggen. Waar werken wij mee? Wij werken met celkweken. Dus je kunt cellen waar je lichaam ook van is opgebouwd gewoon laten groeien in een flesje tot een laag. Die laag zit op de bodem van dit flesje. Daarboven staat een soort van smakelijke limonade waar die cellen goed van groeien. En op die manier kun je een virusinfectie dus in een celkweek nabootsen. Je voegt virus toe, het gaat zich vermenigvuldigen. Je kunt in die cellen kijken wat er dan gebeurt. En dat doen we in mijn plaatjes met twee soorten microscopie. Het eerste is een zogenaamde fluorescentiemicroscoop. Dat is gewoon een lichtmicroscoop, zoals u die misschien wel kent. Alleen we kunnen fluorescerende groepen koppelen aan antilichamen, aan moleculen die bepaalde viruseiwitten zichtbaar kunnen maken. En dat ziet er vrij spectaculair uit over het algemeen, omdat fluorescentie over het algemeen tot de verbeelding spreekt. We merken dat ieder jaar weer als de studenten bij ons daarmee aan de gang kunnen. Het andere apparaat is een elektronenmicroscoop, die noemde ik net al. Dat is eigenlijk een heel ander soort apparaat, omdat het ten eerste veel groter is, maar werkt met een elektronenbundel in plaats van met licht om iets te visualiseren. En het voordeel daarvan is dat de vergroting aanmerkelijk omhoog kan. Tot honderdduizenden keren kun je vergroten met een elektronenmicroscoop. Ik zal de technische details achterwege laten. U kunt die aan collega Koster vragen als u daar zin in heeft. Waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar dat coronavirus in actie, wat natuurlijk als eerste moet binnenkomen. Nou, hoe werkt dat dan? Dit is de cel en als we op dit hoekje hier een beetje inzoomen, dan heeft die cel ook allerlei oppervlakte moleculen, ook eiwitten, eigenlijk net als die spike-uitsteeksels van het coronavirusdeeltje. De cel heeft allerlei oppervlakte eiwitten en één daarvan wordt gewoon misbruikt door het virus om binnen te komen. Dat is natuurlijk niet zo bedoeld, maar het virus bindt aan dat molecuul en vervolgens via die endocytotische route die ik al noemde, komt het virus de cel binnen. En vervolgens moet er een fusiemoment zijn waarbij de virale envelop, die membraanlaag om het virusdeeltje, versmelt met het membraan van dat endocytotische vesicle, zoals we dat noemen, een blaasje. En als dat gebeurt, dan versmelten die twee en komt de binnenkant van het virusdeeltje dus vrij in de cel. En dat is waar het virus om te doen is. Het virusgenoom moet binnenkomen. U ziet hier een, daar is wat misgegaan met dit dingetje, maar u ziet hier het virusdeeltje gebonden aan het celoppervlak. Dit is weer die 100 nanometer. En dit visualiseert dus de binding aan het oppervlak die voorafgaat aan de fusie en het vrijkomen van het virale genoom. Volgende stap is dat genoom tot expressie moet komen, zoals dat heet. De informatie die daarin zit moet omgezet worden in virale functies die maar twee doelen hebben, nieuwe genomen maken en nieuwe virusdeeltjes maken. Dit zijn de eiwitfabriekjes van de cel, die binden aan het virale genoom, gaan daar eiwitten van afhalen en dat is eigenlijk het startpunt voor wat we de grote verbouwing van de cel zouden kunnen noemen.
Want er gebeurt van alles. En het eerste wat gebeurt is dat membranen in die cel, die groene structuren hier, worden omgebouwd door het virus tot een soort fabriekjes. Kopieermachines zou je kunnen zeggen, waarmee het virus zijn eigen genetisch materiaal gaat vermenigvuldigen. U kunt dat hier zien. Dit is een gewone cel. U zult misschien denken, wat een zootje. Maar zo ziet een gewone cel eruit. Die is prachtig geconserveerd en al deze organellen kennen we en hebben hun normale functie en plaats. Als ik deze cel infecteer met het SARS-coronavirus en dan 7 uur later mijn elektronenmicroscoop daarop richt, dan zie ik dit. En het verschil is duidelijk. Er is van alles gebeurd. En dat zijn die blaasjes die hier ook in het schema zijn aangegeven. Het virus gaat de cel uitgebreid verbouwen. Als je dat nog wat verder voert en een 3D-reconstructie maakt op basis van elektronenmicroscopie, krijg je ook een beeld waarin je kan zien dat dit geen losse blaasjes zijn, maar dat dit allemaal met elkaar verbonden is. Er ontstaat een heel netwerk. Je zou misschien wel kunnen zeggen, het virus bouwt zijn eigen nestje in de cel. Dat is stap 1. Nou, stap 2 is natuurlijk dat daar nieuwe genomen uit gaan komen. Dus die kopieermachine gaat draaien. Er komen steeds meer nieuwe genomen, maar die genomen moeten worden ingepakt. We hebben nieuwe virusdeeltjes nodig. En u weet nog dat die bestonden uit 1 envelop, 1 membraan en 3 eiwitten. En die eiwitten moeten dus worden aangemaakt. En dat is de volgende fase in de virusinfectie. Het maken van nieuwe N, M en S eiwitten. Het N eiwit zwemt door de cel op zoek naar nieuw genoom. En het M en het S eiwit zijn de viruseiwitten die uiteindelijk in die membraan, in die envelop moeten belanden. Die gaan alvast hier naar membranen toe. Zo zijn ze voorgeprogrammeerd. En ze wachten daar tot het capside eraan komt om een virusdeeltje te kunnen maken. Als je daar met een fluorescentiemicroscoop naar kijkt, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dit is het capside eiwit hier. Excuus. Je ziet dat het de hele cel aankleurt, behalve de kern. Want zoals u nog weet, daar hadden wij niets te zoeken. En hier het membraaneiwit, duidelijk een andere patroon. Dat zit in die groene structuren, die membraanstructuren. En wacht tot het capside gevormd is. En daar zijn virusdeeltje komt vormen. Dat zijn dus een aantal stappen. En dat leidt tot de laatste acte. U weet nog hoe het virus binnenkwam. Het bond aan de cel en werd uitgepakt. Eigenlijk is het maken van nieuwe virusdeeltjes precies de omgekeerde route. Dus als we de pijlen omdraaien en de membranen groen maken, want dat waren ze hier ook, dan zult u zien dat je op deze manier een virusdeeltje kunt bouwen. Het capside wordt gevormd. U ziet het hier in de groene cirkel, een duidelijk zwart bolletje. Dat is deze structuur die al in de buurt van membranen zit, zoals hier ook. Vervolgens wordt daar een deeltje van gemaakt wat dus eindigt in het binnenste van zo'n transportblaasje hier. U ziet hier een aantal coronavirusdeeltjes rondzwemmen in een grotere structuur. En die structuur die fuseert vervolgens met de plasmamembraan, de buitenste membraan van de cel. En als dat gebeurt, komt het virusdeeltje dus vrij. En u ziet hier aan de hand van een infectie met het SARS-virus hoe uitbundig dat kan gebeuren. Er zijn werkelijk duizenden nieuwe virusdeeltjes per cel te vinden. Ja, dan is dat dus een tragisch einde in zekere zin voor de cel. Dit is de complete cyclus. De cel die zag er vooraf heel happy uit, maar net als het virus eindigt de cel ook in dit verhaal dood. Ik kan er niets mooiers van maken. Het is duidelijk dat dit een proces is waar de cel niet beter van wordt en verklaart uiteraard ook waarom er ziekte optreedt als je een virusinfectie oploopt. Hoewel dat niet altijd het geval is, maar bij dit soort virussen wel. Om af te ronden wil ik u dan ook een beetje op weg helpen richting de presentaties van mijn collega's die zo meteen volgen. Wat kunnen we hier dan nog aan en tegen doen? Nou, er zijn denk ik 4 sporen te onderscheiden. Vertragen, voorkomen, behandelen en voorbereiden. Ja, dit werkt helaas niet bij dit soort virussen. Vertragen, dat gaat natuurlijk over voorkomen dat je besmet wordt. En dat is natuurlijk quarantaine, zoals hier in beeld. Liever niet op een cruiseschip. Dat lijkt toch een klein probleem te zijn, technisch gezien. Maar dat is natuurlijk wel een manier om te zorgen dat in ieder geval niet iedereen tegelijk ziek wordt. Dat is een voordeel. En met een beetje geluk kan het totaal aantal slachtoffers, geïnfecteerde mensen, daar ook mee beperkt worden. Voorkomen, dat draait eigenlijk altijd om vaccinatie. En collega Osterhaus zal daar nog veel meer over zeggen. Ik heb u dat deeltje geschetst. Dat spike-eiwit op de buitenkant is het molecuul waar het immuunsysteem zich op richt, waar de antilichamen tegen gemaakt worden die je nodig hebt om immuun te worden en dus beschermd te zijn. En er zijn op allerlei manieren nu bedrijven en laboratoria aan de gang om
op basis van alleen die spikes, zonder dat er een compleet virus aanwezig is, iets te maken waarmee je die immuniteit kan opwekken. Behandelen gaat dan over een situatie waarin vaccins niet aanwezig zijn of niet gewerkt hebben en waar je toch besmet bent geraakt, maar daar iets tegen wil doen. Bijvoorbeeld om de patiënt een betere kans te geven het virus zelf af te handelen met zijn immuunsysteem. Dat is één aspect van antivirale behandeling. Het andere is dat je, als je in de buurt van besmette mensen bent natuurlijk, jezelf kunt beschermen. Medisch personeel, familieleden van besmette mensen zouden baat kunnen hebben bij antivirale middelen. En als je dan naar deze levenscyclus van dit virus kijkt, is het duidelijk dat je bijvoorbeeld kunt denken aan manieren om diffusie, het binnenkomen van het virusdeeltje, te blokkeren. Of aan manieren om die kopieermachine, die radertjes hier, dit zijn eigenlijk losse virale functies die samenwerken. Elk van die functies is potentieel een doelwit voor kleine moleculen, geneesmiddelen die je zou kunnen inzetten om dat te blokkeren. En dan is er natuurlijk nog de voorbereiding. Het blijkt maar weer opnieuw nu dat de voorbereiding matig tot slecht is geweest. We wisten natuurlijk dat dit soort virussen er waren. We wisten dat ze in de dierenwereld voorkomen en kunnen overspringen. Maar als het virus eenmaal weg is, dan is het risico kennelijk ook, de perceptie daarvan tenminste, een heel ander verhaal. Daarbij moet ik Darwin even citeren, survival of the fittest. Toevallige mutaties met een positief effect worden uitgeselecteerd. Virussen zullen altijd blijven veranderen, ook als we een vaccin hebben, ook als we antivirale middelen hebben, zal het virus trucjes bedenken om te ontsnappen. Virussen veranderen, coronavirus ook. Het is de vraag of de wereld gaat veranderen en ik hoop dat u misschien na deze lezing wel gaat veranderen. Ik dank u voor uw aandacht.